Of het nu komt door het fantastisch mooie weer. Maar er zijn niet heel erg veel mensen hier in het supporters home. Business club home. Ik wil verwelkomen Edwin Keizer, de trainer van Volendam. Graag een applaus hiervoor. En Henny in het Hof, onze hoofdtrainer. Deze succesvolle club in de hoofdklasse A, DVS 33. Ik wil de eerste vraag even stellen aan Edwin. Edwin, jullie kwamen hier met een vooropgezet doel. Dat was in eerste instantie, denk ik, vanuit veel mensen achterin. Echt vanuit de verdediging en vanuit de omschakeling. Klopt dat? Dat klopt. We hebben de eerste wedstrijd tegen jullie wel een lesje gehad wat dat betreft. Toen zijn we, vond ik, vooral de eerste helft van kastje naar de muur gestuurd. En met de spelers die vandaag ook weer op veld stonden, vooral met die nummer 10 achterin, die de boel heel goed neerzet, maar ook precies weet wanneer hij moet inschuiven en wanneer hij moet staan, is dat gewoon heel lastig te bespelen. Dus vandaar dat we voor deze speelwijze hebben gekozen. Ja, oké. Okay. Jullie wisten dat Volendam ongeveer zo ging spelen, Henny, of niet? Ja, want we hebben vorige week hebben Wim Beidevier hebben naar hun toegestuurd. En die heeft naar huis, hè? Naar huis, ja. En die heeft een voortreffelijke analyse neergezet van hoe zij speelde. En is perfect zo geweest wat Wim heeft neergezet. Dus we wisten dat ze vanuit omschakeling zou spelen. Ja. En toch was het op een gegeven moment zo dat ik de gedachte had, DVS 33, heel veel balbezit. En toch jullie vlak voor rust aan een 1-0 voorsprong komen. Had jij dat idee ook? Nou, als je de eerste helft bekijkt, dan is DVS denk ik veel meer in balbezit geweest. Ik vond dat wij niet eens echt goed voetbalden, vooral als we de bal veroverden. Zij zetten meteen dan druk naar voren toe. En daar waren een paar bij ons niet echt scherp in. En voorin hielden we de bal ook niet veel vast, maar we gaven ook geen kansen weg. En uiteindelijk weet ik dat wij altijd, als zij van de goal af moeten spelen, met de snelheid die wij voorin hebben, gevaarlijk kunnen worden. En dat werden we dan ook een paar keer. Via Joey Tol, die prachtige paas op Kevin Gielen. Ja, dat was twee keer. Eén keer schiet hij tegen de lat en één keer ging er een vlaggetje omhoog waar net meerdere mensen mij kwamen vertellen dat dat vlaggetje niet in de lucht had mogen gaan. Maar dat waren in ieder geval wel kansen die wij in de eerste helft dan kregen. Maar voor de rest hebben wij geen enkel recht op wat dan ook, hoor. Als je de tweede helft ziet, creëren we niet één kans. En DVS heeft gewoon volkomen terecht deze wedstrijd gewonnen. Alleen het is wel heel vervelend als je in de 61e minuut nog 0-0 staat. En we zullen het op de TPV-beelden wel zien, want ik kon het van mijn positie niet zien. Maar ook die goal was weer in vele ogen twijfelachtig of hij wel of niet buitenspel was. En ik hoop dat graag op de beelden te kunnen terugzien. Maar al met al, A, kun je het niet terughalen. En B, het was gewoon verdiend dat DVS deze wedstrijd heeft gewonnen. En wat die beelden betreft, die zijn natuurlijk vanuit één positie of vanaf de middenlijn. Dus dat zal waarschijnlijk moeilijk te zien zijn, maar goed. Uiteindelijk denk ik dat de winst volkomen verdiend is op grond van de zeer agressieve en goed gespeelde tweede helft, denk ik. Zeg ik dat goed zo, Henny? Ja, en de eerste helft. Je moet soms ook je moet investeren ook in de wedstrijd voordat je misschien wat haalt. En zij stonden de eerste helft heel goed. Ik bedoel, je gaat kijken van spelen wij te traag de eerste helft in de opbouw. Nou, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. We probeerden met Richard in te schuiven. En dus dat probeerden we. We probeerden zijkanten vast te houden met Akla en met Haddadi. We wilden Mikey proberen het middenveld op te komen. Dat je probeerde de verdediging minder uit te trekken, zodat je lopende mensen gaat krijgen. Nou, dat allemaal ging wel. Alleen de lopende mensen vanuit het middenveld, dat kwam niet zo heel erg naar voren. Maar tempo vond ik ook niet echt slecht. Dus we hebben het wel, ik vind dat ze goed geïnvesteerd hebben in die wedstrijd vanaf het begin. Probeer dingen te doen, alleen het was net niet. En in alles net niet. En wat wij dus moeten doen, dus wat we ook geprobeerd te doen hebben. Ik vind dat is perfect eruit gekomen vandaag. Daar was ik wel heel blij mee. Dat we wilden echt beginnen met Mike. Want Mike is vaak, dat heb ik ook de ploeg gezegd, als Mike start of dat Mike invalt. Het is net alsof hij, als hij invalt, de wedstrijden die bij ons is in moeten vallen, heeft hij altijd wat extra's kunnen brengen voor de ploeg. Dus dat is positief. Dat heeft Yasin ook altijd gebracht, heeft Mitch ook altijd gebracht. En vandaag dachten we van, als ik nu al direct met Mitch begint, dan heb ik ook, als ik wat extra's moet brengen, wat heel goed kan tegen deze ploeg, ja, dan heb ik niet extra wat op de bank die ook nog een keer wat aanvallend vermogen kunnen brengen. Dus vandaar dat ik met Mike ben begonnen. En de bedoeling was dat hij vanuit de spits in de bal zou komen en proberen in ieder geval
in balbezit wat te betekenen. En dat heeft hij perfect uitgevoerd. Dat is echt heel goed gespeeld. Ja, je was zeer tevreden over hem. Ja, dat stak je niet onder stoelen of banken. En ja, als je het commentaar op DVS-TV hoort, dan was de verslaggever eigenlijk ook wel behoorlijk flabbergasted van hem. Ja, zou kunnen. Maar goed, je zult Mike Arends heten. Je zult al 3 jaar lang, sinds dat ik er ben, nou 5 jaar lang, zorg aan voor je hebben. En je moet elke keer op de bank plaatsnemen, want iemand anders speelt, dan komt alles eruit en terug. En dan denk je, ga ik spelen, terwijl hij daarvoor ook regelmatig speelde. Dus dat hij aan boord blijft en ook zo'n manier, ja, daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Dat is heel knap. Alleen, dat betekent niet dat ik hem ook weer ga belonen met een basisplaats. Alleen vandaag moest dat doen. En dat heeft hij perfect gepakt, vind ik. En daar verdient hij alle credits voor. En nou goed, dat hebben we dus gedaan. En toen ik op een gegeven moment de tweede helft, heb ik ook met de ploeg afgesproken van als het niet voldoende is in aanvallend opzicht, dan gaan we Hoek eraf halen. En dan gaan we doorwisselen met Mitch. Nou, en dan is het geloof ik eigenlijk heel snel gegaan. En of die doelpunten nou twijfelachtig waren, kan ik ook niet beoordelen. Maar ik ben er enorm blij mee. Ja, hartstikke mooi. Wie heeft nou de tweede doelpunt gezet? Mitch of Ali El Haddadi? Haddadi zegt Haddadi. Mitch zegt Mitch. Maar ik weet 100% dat het Mitch is. Het zal wel een Mitch zijn tussen Ali El Haddadi en Mitch. Denk ik. Mix. Of zoiets. Huh? Edwin? Edwin. Even over de twee... ja, Mitch, hè? Mitch, hè? Mitch, hè? Mitch, 100% hè? Gefeliciteerd, Mitch. Edwin, nog 2 wedstrijden te gaan. Het wordt spannend, want ja, Montfort komt weer dichterbij. Ja, die hebben 0-3 gewonnen, zie ik daar op het bord. En dat, ja, dat is heel vervelend. Hier in Ermelo noemen wij dit een flat screen. Ja, maar je begrijpt het, toch? Ja, nee, ik begrijp het al. Ja, ook gewoon televisie. Hoor. Ja, televisie. Ja, okay. Tegen wie spelen jullie nog? Wij spelen over 2 weken tegen Sportlust thuis en de laatste wedstrijd put uit. Je weet wat je te doen staat, Edwin. Ja, maar het maakt niet uit tegen wie je voetbalt. Je moet het zelf doen in het leven en zeker in de voetballerij. Absoluut. En daar wens ik je ongelooflijk veel succes mee. Ja. Bedankt voor dit interview. Henny, jij ook. Bedankt. Nee, maar goed, oké. Okay. Nee, ik hoop vooral dat jullie überhaupt er al in blijven, omdat we hebben 1 keer een fantastisch evenement hier gehad. En dan zijn ze met de boot gegaan. En we hopen dat we, we hebben nu volgens mij na-competitie bereikt. Dus dat is hartstikke knap voor de ploeg. En we hopen dat we topklasse proberen te bereiken. Nou, als dat niet lukt, dan weet ik zeker dat de hele club er staat te wachten en te springen om met de boot weer opnieuw richting Volendam te gaan. Want dat is een fantastische happening geweest met alle lof voor de mensen van de businessclub die het allemaal voor elkaar hebben gemaakt. Dat was een fantastisch evenement. Dus we hopen volgend jaar, tenminste DVS, hoop volgend jaar weer bij jullie terug te komen. Mocht het niet lukken in de toplassen. Maar succes, dankjewel. Je maakte bijna een vergissing, hè? Wij. Zij. Zij, wij, hun van DVS. Oké, bedankt.